We zijn hier vanavond in het dorpshuis in Valkenburg. We zijn hier voor de zomervakantie ook geweest voor een aantal informatiesessies voor het project Airnet Corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. En we gaan starten met het ontwerp van het Broekwegviaduct. Dat is een langzaam verkeersverbinding vanuit het bestaande dorp Valkenburg naar de nieuwe wijk Valkenhorst. Vanavond is er een ontwerpatelier, daar schuift de architect aan, mensen van de provincie en wij van de gemeente. En dan willen we samen met inwoners echt gaan schetsen en ontwerpen aan de nieuwe brug. Mijn rol als omgevingsmanager is dat ik deze avond organiseer namens het project. En ik ben eigenlijk de verbinder tussen de partijen, tussen de omwonenden. Dus het zijn hele betrokken mensen die natuurlijk hier ook uit de buurt komen. Het gaat hun eigen leefomgeving aan. Dus het is ook heel fijn om die kennis te gebruiken in het hele ontwerptraject. Ik hoop te horen van inwoners dat ze met ons meedenken over de materialisatie van de brug. Dus dan moet je denken, wordt het een brug van staal, van hout? Dan moet het een brug worden, echt een icoon? Of moet het meer opgaan in het landschap? Dat zijn de dingen waar wij heel erg nieuwsgierig naar zijn als ontwerpers. Na vanavond gaan de architecten aan de slag met de ideeën die zijn opgehaald. Vervolgens hebben we in oktober nog een sessie, dan wordt er nog een slag over gedaan. En uiteindelijk in december zou dat tot definitieve schetsen moeten leiden voor het Broekwegviaduct.